dan toch gemikt op een top 3 positie. Die hebben we niet gehaald. Hè. We waren uiteindelijk 9e. Nou, er zitten een paar oorzaken in. We hadden natuurlijk dat probleempje met die ABS. En dat heeft ons best veel tijd gekost. Maar dat is rijtijd. We hebben het gewoon tactisch ook niet goed gedaan. Vaak binnengekomen. Moeten wachten om te kunnen tanken. Niet kunnen tanken. Toch weer wisselen. Ja, best veel gedoe. Dan werd ik vanmorgen zelf van de baan afgedrukt. Daar kun je niks aan doen. Maar in dit geval niet. Ik heel langzaam auto haal ik in en hij stuurt in en hij drukt me eraf, denk ik, met 200 per uur. Dus het zat aan alle kanten niet mee. Het goede is dat de auto het verder goed gedaan heeft. Geen problemen met de temperatuur of wat dan ook. De remmen goed volgehouden. Dus we tanken toch wel weer wat vertrouwen voor de volgende wedstrijd. En daar gaan we dan weer voor.